Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Het trekt wat bewolking over Nederland. Die is nog niet zo actief, maar op de Noordzee liggen dikkere wolken klaar. En die brengen wel van tijd tot tijd regen en motregen. Die neerslag trekt van het westen uit het land in. In het oosten en noordoosten is het vanochtend nog droog, met misschien nog wat zon in het noordoosten. Maar daarna raakt het ook daar bewolkt. En vanmiddag breidt de regen zich verder uit in oostelijke richting. Misschien dat het later in de middag in het zuiden weer wat vaker droog is. Het wordt 8 tot 14 graden de hoogste temperaturen in Limburg. Bij een meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond trekt dan opnieuw een gebied met wat regen het land in. En eh, na die regen komt echt zachtere lucht binnen. betekent dat het vannacht ook amper afkoelt. Morgen lopen de temperaturen op naar 14 tot plaatselijk 18 graden. Met een paar regen- en onweersbuien, in de loop van de middag dan met name. Maar ook wel ruimte voor de zon tussendoor. De wind is uit het zuiden meest matig, kracht 4. De woensdag, dan nog steeds vrij hoge temperaturen. Nog steeds kans op een regen- of onweersbui. Met donderdag duidelijk weer lagere maxima. Dan worden de graad of 10. Vrijdag gaat het kwik weer omhoog. En in het weekend komen we dik boven de 15 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.